In het bouwbesluit, en nu moet ik even kijken, artikel 4.11 staat bijvoorbeeld dat de minimale oppervlakte van een wc, je verzint het niet, 90 centimeter bij 1,20 meter moet zijn. Hoe hebben de hoge heren in Den Haag onze huizenmarkt kapot gemaakt? De Universiteit van Nederland presenteert economen professor Dr. Barbara Baarsma. Wat is het probleem? Dat is de eerste vraag die een beleidseconoom stelt als hij een beleidseconomische analyse gaat maken. Dat lijkt een open deur, maar dat is het niet. Zo'n 10 jaar geleden was er een keer een kamerdebat dat ging over sociale onveiligheid op het spoor, op het perron, op stations. De aanleiding was, zoals wel vaker bij een kamerdebat, een krantenstukje. En dit keer stond geloof ik in de krant dat er iemand was beroofd op het perron. De Tweede Kamer vroeg de minister om maatregelen te nemen en de minister stelde een zak geld ter beschikking om dat te doen. Een beleidsambtenaar kreeg vervolgens de opdracht om die zak geld zo goed mogelijk te besteden aan het oplossen van sociale onveiligheid op het spoor, op het perron. Mijn eerste vraag aan hem was, wat is het probleem? En zijn antwoord was, sociale onveiligheid op perrons. Maar vervolgens zijn we in de statistieken gaan kijken en wat bleek? De sociale onveiligheid op perrons, op stations, was aanzienlijk verbeterd. Niet alleen was het aantal incidenten afgenomen, ook de perceptie van onveiligheid was enorm verbeterd in de afgelopen jaren. Er was dus eigenlijk helemaal geen probleem, in de zin dat sociale onveiligheid was toegenomen. De dappere beleidsambtenaar heeft vervolgens het probleem gedefinieerd als een zak geld die ik nuttig moet besteden. Maar dit voorbeeld laat zien dat de neiging van veel beleidsambtenaren is om meteen te bedenken hoe moet ik het probleem oplossen en niet wat is het probleem? Is er eigenlijk een probleem? En dat komt omdat ze niet de tijd nemen of eigenlijk niet de tijd krijgen om dat te doen. Zijn er misschien beleidsambtenaren in de zaal? Ik doe altijd, als ik bij departementen beleidseconomische analyses doe, stel ik ze de volgende vraag. Je mag er één kiezen van deze mogelijkheden. Wat is de belangrijkste taak van een beleidsambtenaar? Is dat 1. Om te voorkomen dat de minister of staatssecretaris in politieke problemen komt. 2. De politici in de Tweede Kamer ervan overtuigen dat de termijn waarop beleid moet uitwerken langer is dan 4 jaar. Of 3. Om belastinggeld zo effectief en zo efficiënt mogelijk uit te geven. Vrijwel iedereen die ik dat vraag geeft het eerste antwoord. De belangrijkste taak is te voorkomen dat de minister en de staatssecretaris in politieke problemen komen. Dus dat er een rottige krantenkop is of gedoe in de Tweede Kamer. Veel beleidsambtenaren zouden misschien een van die twee andere antwoorden hebben gegeven. Maar de prikkels binnen een ministerie zijn niet dat dat mogelijk is. Maken dat niet mogelijk. Het politieke proces binnen ministeries krijgt prioriteit. Als de minister aangeeft dat er een probleem is met sociale onveiligheid te perrons, dan is dat zo. Maar feitelijk hoeft het dus niet zo te zijn. En de kracht van de beleidseconomische analyse is nou juist om die feiten en rationele argumenten te verzamelen en niet uit het oog te verliezen dat we ook nog zoiets hebben als een lange termijn en de kosten van overheidsingrijpen. Laten we eens een beleidseconomisch probleem nemen. Laten we eens via een beleidseconomische bril kijken naar een heel pregnant probleem voor de Nederlandse economie, de woningmarkt. Waarom is die woningmarkt er zo slecht aan toe? Eerst even wat feiten om te laten zien dat het echt een probleem is. Beginnen we met de koopwoningen. Het probleem op de koopwoningenmarkt is dat de prijzen nu heel fors dalen. Was het zo dat tussen 1995 en 2008, toen de crisis losbarstte, de prijzen heel fors stegen. Nu zie je dat sindsdien de prijzen fors zijn gedaald. Als we rekening houden met inflatie, dus de reële prijsdaling, is dat zelfs een kwart. Die prijsdaling sinds 2008 is op zich goed te verklaren. Omdat de hypotheekrenteaftrek langzamerhand wordt afgebouwd. Omdat banken minder makkelijk hypotheken verstrekken. En omdat we minder te besteden hebben, het beschikbaar inkomen is afgenomen. Maar die huizenprijsdaling kan wel problematisch worden.
als de prijzen nog doorschieten naar beneden en er een neerwaartse spiraal komt. Er zijn twee neerwaartse spiralen waar we beducht voor moeten zijn. Ze beginnen alle twee bij die dalende huizenprijzen. En in deze neerwaartse spiraal zie je dat die dalende huizenprijzen ertoe hebben geleid dat consumenten minder vermogen hebben. Ze konden de overwaarde van hun huis niet meer opeten, besteden daardoor minder, daardoor daalde het nationaal inkomen, kregen mensen een lager beschikbaar inkomen en konden ze minder huizen kopen, waardoor de prijzen daalden. Deze spiraal naar beneden, aangezwengeld door almaar dalende huizenprijzen, is een risico. De tweede neerwaartse spiraal laat zien dat prijzendalingen leiden tot een hoge waarde van de lening ten opzichte van de waarde van het huis, die steeds lager wordt bij prijsdalingen. Dus een hogere loan to value noem je dat. Als het onderpand minder waard is, wordt het voor banken duurder om je hypotheek te financieren. Dus stijgt de hypotheekrente. Bij een stijgende hypotheekrente is er minder vraag naar woningen en krijg je verdergaande prijsdalingen. Deze twee spiralen vormen beleidsprobleem nummer 1 op de woningmarkt van Nederland. Dan de huurmarkt. Die is grotendeels in handen van de woningcorporaties. Van alle huizen in Nederland is 1 op de 3 in handen van een woningcorporatie. 13% van alle huizen in Nederland wordt commercieel verhuurd. En dan nog valt daarvan een heel groot deel onder de sociale huurregels. Door die hele grote sociale huursector zijn er te weinig prikkels voor commerciële aanbieders om een middensegment, een segment voor midden- en hoge inkomens, te laten ontstaan. Er is gewoon geen prikkel om een woning te bouwen als er toch geen vraag naar is. Iedereen kan goedkoop in die sociale huursector zitten. Uit onderzoek blijkt dat de werkloosheid in landen met een goed ontwikkelde huurmarkt voor midden- en hoge inkomens lager is. Want de woningmarkt moet namelijk zo flexibel zijn dat we kunnen verhuizen als we dat willen, bijvoorbeeld vanwege een baan. Als de woningmarkt niet flexibel is, als je vastzit in een huurhuis of vastzit in een koophuis, dan kan je niet verhuizen en werkt de arbeidsmarkt ook minder goed en stijgt de werkloosheid. Beleidsprobleem 2 is dus het ontbreken van een huursegment voor midden- en hoge inkomens. Komen die beide problemen u denk ik wel bekend voor? Als je de krant leest. Gaan we nu kijken wat de oorzaak is van het probleem. De beleidseconoom doet dat door eerst het beleid van de overheid op de woningmarkt weg te denken en dan te kijken waar die markt de bocht uitvliegt. We nemen één voorbeeldje, de hypotheekrenteaftrek. Is daar misschien een economisch argument voor te bedenken? Ligt er misschien een marktfalen aan ten grondslag? Is er bijvoorbeeld een publiek goed argument, een marktmacht argument of een informatieprobleem? Nee. Wel zou je kunnen onderzoeken of het zo is dat huiseigenaren ten opzichte van huurders meer investeren in hun huis, in hun tuin en daarmee ook de waarde voor de buurt vergroten. Economen noemen dat positieve externe effecten. Maar als je gaat kijken in de literatuur, dan zie je eigenlijk geen aanwijzing dat die positieve externe effecten, dat die prikkels voor huiseigenaren om veel aan onderhoud te doen, nou zo heel erg groot zijn. In ieder geval niet zo groot dat er een gigantische fiscale subsidie tegenover moet staan, zoals in Nederland nu het geval is. Bijna 10 miljard euro mist de schatkist omdat mensen de hypotheekrente mogen aftrekken. De conclusie, er is eigenlijk geen economisch argument uit deze eerste box voor de hypotheekrenteaftrek. Komen we in de box met politieke argumenten, herverdeling en paternalisme. De politiek wil met de hypotheekrenteaftrek voor elkaar krijgen dat mensen met een smallere portemonnee ook een koopwoning kunnen kopen. Maar in de praktijk werkt de aftrek juist precies andersom. Het is een rijke luissubsidie. Je kan de hypotheekrente aftrekken over het toptarief. Als je 52% betaalt, kan je dus veel meer aftrekken dan iemand met een lager inkomen die 42% betaalt. Omdat rijkere mensen ook vaak duurdere huizen hebben en dus hogere hypotheken, kunnen ze ook veel meer aftrekken dan iemand die een goedkoper huis heeft. Al met al leidt de hypotheekrenteaftrek dus niet van herverdeling van rijk naar arm, maar juist van arm naar rijk. Werkt dus averechts. Paternalisme zal geen rol spelen hier als het gaat om hypotheekrenteaftrek. Kijken we naar overheidsfalen. Is daar sprake van? Jazeker. Want de aftrek heeft alleen maar lucht in de huizenprijzen gepompt. Dat blijkt uit dit simpele plaatje.
In dit plaatje zien we de prijzen van huizen en we zien het aantal verkochte woningen. Eerst zien we de vraag zonder hypotheekrenteaftrek. En vervolgens gaan we kijken wat er gebeurt als je die aftrek wel introduceert. Door de hypotheekrenteaftrek hoef je netto minder te betalen. Met de aftrek betaal je bijvoorbeeld 1000 euro per maand. En zonder aftrek zou dat 1500 euro zijn. Met een aftrek kunnen kopers dus een duurder huis kopen dan ze zonder de aftrek zouden kunnen doen. Dat stimuleert de vraag en verhoogt de prijs die mensen betalen. Deze nieuwe vraagcurve ligt overigens niet helemaal parallel. En dat komt omdat bij een hoge prijs de hoge inkomens zitten hier en die kunnen wat meer aftrekken. Dus het effect is hier groter dan bij een laag inkomen. Maar dat voor de fijnproevers. Dus, wat is het gevolg van de hypotheekrenteaftrek? Dat de netto woonlasten gelijk blijven na de introductie van de aftrek. De hypotheekrenteaftrek die verlaagt weliswaar de kosten, maar de prijsstijging van woningen die neemt dat voordeel weer weg. Is dat duidelijk waarom de hypotheekrenteaftrek niet goed werkt? De hypotheekrenteaftrek doet dus niks anders dan huizen duurder maken. Er worden niet meer huizen gekocht en armere mensen gaan ook niet meer huizen kopen. Terwijl die kunstmatig hoge woonprijzen, die nu aan het dalen zijn, ook omdat die aftrek wordt afgebouwd, verder gaan dalen. De lucht wordt er nu uitgehaald. En de overheid die beperkt nu in mijn ogen zeer terecht de hypotheekrenteaftrek. Ze doet daar wel lang over, 30 jaar. En in de tussentijd blijven de prijzen dalen. Recent kwam het CBS weer met cijfers daarover. Het lijkt erop dat mensen verwachten dat er nog meer komt. Dat tempo van 30 jaar wordt teruggeschroefd naar minder jaren. En die onzekerheid, of dit het nou was, deze beleidsaanpassing, die zal die neerwaartse prijsspiraal waar we het net over hadden, mogelijk ons daarin kunnen duwen. Het slimst zou daarom zelfs wat mij betreft zijn om de hypotheekrenteaftrek veel sneller af te bouwen, bijvoorbeeld in 10 jaar, en de ruimte die dat geeft voor de schatkist gebruiken om de marginale tarieven te verlagen. Dan sla je 2 vliegen in 1 klap. 1, mensen krijgen weer vertrouwen in de woningmarkt, omdat ze denken dat er niet nog ander afbouwend beleid door de overheid komt. En mensen hebben meer te besteden. Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat overheidsbeleid juist averechts heeft gewerkt, juist heeft bijgedragen aan problemen op de woningmarkt, zijn alle regeltjes op de huurmarkt. Van prijsregulering tot minimumkwaliteitseisen van een woning. Die regeltjes maken namelijk dat het bouwen van nieuwbouwwoningen heel duur is. En het voor commerciële aanbieders dus ook duur wordt om woningen te bouwen voor dat segment voor midden- en hogere inkomens. In het bouwbesluit, en nu moet ik even kijken, artikel 4.11 staat bijvoorbeeld dat het minimale oppervlakte van een wc, je verzint het niet, 90 centimeter bij 1,20 meter moet zijn. En in artikel 4.30 staat bij de nieuwbouw van een woonhuis het verplicht is om bergruimte te bouwen, en nou citeer ik, om fietsen beschermd tegen weer en wind te kunnen opbergen. Typisch gevalletje van paternalisme. Want de overheid denkt dus dat burgers zelf niet kunnen bepalen wat een prettige omvang van je wc is. Of dat je je fietsen buiten of in een schuurtje wil laten staan. Maar los van die prijsverhogende effecten van al die regeltjes, is het ook zo dat al die regelgeving kan leiden tot een slechtere kwaliteit van de huur. Hier zien we op een as de mate van regulering van de huurmarkt. En Nederland is zeer zwaar gereguleerd. En je ziet op deze as het percentage mensen met een lekkend dak. Dat is hier even weggevallen, maar dat staat hier. En je ziet dat de mensen in Nederland in sociale huurwoningen het grootste deel heeft daar, van alle landen heeft het grootste percentage een lekkend dak. Ondanks de mate van huurregulering. Volgende graag. Hetzelfde geldt als je hier had moeten staan, de omvang van een huurwoning. In Nederland, ondanks het feit dat het strikt gereguleerd is, wonen relatief veel mensen in een te klein huis. Kortom, goed bedoelde huurmarktregulering kan maatschappelijk gezien averechts uitwerken. Ik sluit af. Dit college heb ik willen laten zien dat beleidsambtenaren er goed aan doen om rationeel en feitelijk naar beleidsproblemen te kijken. Het is belangrijk om niet te snel mee te gaan in de politieke definitie van beleidsproblemen en om huidig overheidsbeleid niet als gegeven te beschouwen.
Dat beleid werkt namelijk vaker averechts uit dan je denkt, zoals wel bleek op de woningmarkt. In het volgende college ga ik met u kijken waarom geld wel gelukkig maakt.